Hi, ik ben Richard en in deze video vertel ik je waarom het voor jouw bedrijf belangrijk is om preventieve maatregelen te nemen tegen digitale dreigingen. Ik leg je uit welke preventieve maatregelen je kan nemen en hoe jij je apparaten, systemen en gegevens kan beveiligen. Waar je ook werkt of vanaf welk apparaat dan ook, je wil optimaal beschermd zijn tegen cybercriminaliteit zodat je zorgeloos zaken kan doen. Juist voor kleine en middelgrote bedrijven liggen cyberaanvallen op de loer. Ze zijn een makkelijk doelwit omdat de digitale veiligheid niet altijd even goed op orde is. De helft van alle MKB'ers geeft aan wel eens te maken te hebben gehad met phishing. Dat is niet gek als je bedenkt dat er dagelijks meer dan 3,4 miljard phishingmails verstuurd worden. Met malware, virussen of een datalek heeft bijna een kwart van de MKB'ers wel eens te maken gehad. Gelukkig is er van alles wat je kunt doen ter preventie. Je wil je onderneming goed beschermen tegen mogelijke aanvallen. Maar waar begin je? Ik laat je een aantal stappen zien die je alvast kunt zetten. 1. Zorg dat je je netwerk extra beschermt. Begin door de toegang tot jouw netwerk goed te regelen. Beveilig en versleutel altijd je wifi-netwerk met een sterk wachtwoord. Dit kun je doen door WPA2 in te stellen op jouw KPN-modem. Standaard staat dit ingesteld met het wachtwoord op de achterkant van jouw modem. Maar het is altijd verstandig dit wachtwoord te wijzigen naar een nieuw en nog sterker wachtwoord. Zo maak je het cybercriminelen lastiger om op jouw wifi-netwerk te komen of de gegevens die je via wifi verstuurt te onderscheppen. En laat alleen apparaten die je vertrouwt verbinden met jouw netwerk, zowel via wifi als bekabeld. Zodra een schadelijk apparaat in jouw netwerk zit, kan het schade aanrichten aan andere apparaten op je netwerk. Als je gasten op je werk ontvangt, dan is het veiliger om het netwerk op kantoor te scheiden door middel van een apart gastennetwerk met een eigen wifi-wachtwoord. Een gastennetwerk kan je makkelijk instellen via jouw KPN-modem. Zo verklein je het risico op cyberincidenten. Je kunt je netwerk ook nog extra beschermen door een firewall te installeren waarmee je verkeer van en naar je netwerk bewaakt. KPN helpt je om je zakelijke internetgebruik veilig te houden. Als KPN MKB1 klant kan je gratis gebruik maken van extra veilig internet. MKB'ers activeren extra veilig internet met één klik via Mijn KPN Zakelijk. Met extra veilig internet worden potentieel gevaarlijke websites automatisch geblokkeerd. Dit geldt voor alle apparaten die verbonden zijn met het internet via jouw KPN-modem. Daarnaast hebben we oplossingen die je meer controle geven over wat er op je bedrijfsnetwerk gebeurt. Dus, als je liever niet wil dat er bepaalde websites worden bezocht op het bedrijfsnetwerk, dan kan je die gemakkelijk blokkeren voor iedereen. Wil je meer weten over deze verschillende oplossingen waarmee je je netwerk beschermt? Klik dan hier rechtsboven op het i'tje. 2. Beveilig je apparaten. Naast een veilig netwerk wil je natuurlijk je apparaten goed beveiligen. Zo ben je beter beschermd waar je ook werkt. KPN kan je hierbij helpen met behulp van onze oplossingen. Een belangrijke tool in de bescherming tegen cyberaanvallen is Endpoint Protection. Endpoints zijn de apparaten waarmee je online werkt, zoals je laptop, telefoon of tablet. Deze apparaten kunnen voor criminelen een doelwit zijn, omdat ze voor werk gebruikt worden. Deze software beschermt je beter tegen cybercriminelen die bijvoorbeeld toegang proberen te krijgen tot jouw bestanden of je apparaat willen gebruiken om andere apparaten te targeten, zoals een server om de bedrijfsvoering te verstoren. Het is dus zaak om ze goed te beveiligen met bijvoorbeeld een virusscanner. Deze software scant jouw apparaten continu op verdachte activiteiten en onderneemt acties zoals het schonen of verwijderen van malafide bestanden. Met Endpoint Protection kan je een stuk veiliger online werken, ook als het buiten de deur is. De ontwikkelingen in cybersecurity staan nooit stil. Zorg er daarom voor dat je software altijd up-to-date is door de laatste updates te installeren. 3. Beveilig je systemen en gegevens. Om je werk te kunnen doen heb je te maken met systemen of data. Het is belangrijk dat je deze ook goed beschermt, want je wil voorkomen dat ze in verkeerde handen terechtkomen of dat je zelf niet meer bij belangrijke documenten kan. Het is dan ook verstandig om te zorgen voor veilige backups van je bedrijfsgegevens, werkplekken en systemen. Mocht er iets misgaan, zoals een cyberaanval, maar bijvoorbeeld ook een brand, dan kun je met je backups zo snel mogelijk weer aan de slag. Dat kan ervoor zorgen dat je zaken niet tijdelijk stil komen te liggen. Wij bieden hiervoor een oplossing die automatisch backups maakt van al je data, werkplekken en servers en dit in een veilige omgeving opslaat. Zorg dat je regelmatig jouw backup-instellingen controleert of update bij veranderingen. En test ook af en toe of de gemaakte backup klopt. Daarmee voorkom je dat achteraf een backup niet goed blijkt te zijn of dat je belangrijke nieuwe documenten bent vergeten. Als je meer wilt weten over het backup-systeem van KPN, klik dan hier rechtsboven op het i'tje.
Je wil voorkomen dat anderen door middel van jouw inloggegevens toegang kunnen krijgen tot je systemen en gegevens. Een wachtwoordmanager kan je helpen om veiligere en unieke inloggegevens op een beter beschermde manier te gebruiken. Daarmee kan je sterke wachtwoorden genereren, opslaan en gebruiken op verschillende apparaten. Zo heb je je wachtwoorden altijd bij de hand en je maakt het anderen moeilijker om je wachtwoorden te achterhalen. Als je hier op het i'tje klikt, vind je nog veel meer informatie over deze oplossing van KPN. Hoe goed je ook bent beveiligd, het kan toch voorkomen dat je bedrijf alsnog gehackt wordt. Heb je de juiste preventieve maatregelen getroffen, dan is de kans veel groter dat je hier weer makkelijker bovenop komt. Daarnaast zijn er een aantal acties die je meteen na een aanval kunt uitvoeren. Zorg er allereerst voor dat je alle wachtwoorden verandert na een cyberaanval. Zo verklein je de kans dat cybercriminelen toegang houden tot jouw gegevens. En als je vooraf goed had gezorgd voor backups, weet je dat je jouw belangrijke gegevens of systemen kan herstellen. Je kan ze dan direct weer gebruiken en dus verder werken. Maar vergeet vooral niet om aangifte te doen bij de politie en bewijsmateriaal van de aanval te bewaren. Dit kan de politie helpen om cybercriminaliteit tegen te gaan. Kortom, met de juiste maatregelen voor en na een aanval kun je eventuele schade beperken. Als je hier op het i'tje klikt, dan ga je naar de video waarin ik je veel meer vertel over de stappen die je kunt zetten na een cyberincident. Wil je weten wat cybersecurity nog meer voor jouw bedrijf kan betekenen? En welke preventieve maatregelen je nu meteen al kan nemen? Ga dan naar kpn.com/veiligheid of klik hier rechtsboven op het i'tje. Ook hebben we nog meer video's over cybersecurity. Bijvoorbeeld deze. Die gaat over de stappen die je kan zetten om beter voorbereid te zijn op een mogelijke cyberaanval en hoe je moet reageren na een cyberaanval. Doeg!